gaan nu iets choppen. Eten. En straks gaan we naar Rotterdam. We zijn nu in de Bogaard. Bisschenworst. Is dat langs hier? Bisschenworst. Daarna gaan we naar Rotterdam. We hebben gereserveerd bij een restaurant met seafood en zo. Maar we gaan ook een beetje daar rondwandelen. Maar nu eerst hier lunchen. We zijn komen net van het graf van Gino's oma. Ja. En, het zag er goed uit. Ja. Mooi weer nu ook. Ja. Het is echt zonnig. En we gaan iets zoeken om te eten. Zo, we zitten terug in de auto. We hebben... Na 900 meter ga rechtsaf om in te voegen op de AV richting... We hebben iets gehaald bij Kippie. Snel opgegeten. Ik heb een broodje kipkroket en een broodje frikandel. En hoe dat jij? Luister, ik ben degene die was gaan vasten, toch? En vandaag heb ik mijn eerste maaltijd er weer kunnen eten. Deze mevrouw hier naast mij, die, het leek alsof zij heeft gevast en een tijdje niet heeft gegeten. Zij bestelt twee broodjes. Zij eet het in recordtempo op. Dat is niet waar, dat waren maar van die kleine broodjes. Van jou was het zo hetzelfde zoals mijn twee broodjes qua grootte. Ja, dat is waar. Het is niet heel groot, maar je had het wel heel gulzig op. Ja, het is zo binnen 6 seconden. Het is nu mijn tijd om te eten. Ik heb mijn tijden. Ik heb mijn eettijden. Hè? Dus wanneer het tijd is om te eten, ja, dan heb ik honger. Dus ja, ik heb twee broodjes, ja. Maar die waren samen de grootte van zijn broodje. Want hij had een stokbrood. Of wat was het? Ja, en wie was als eerste klaar? Ja, ik, want ik was eerst begonnen. De jongen moest nog opgewarmd worden. Ja, dat is waar. Ja, nu zijn we op weg naar Rotterdam. We zijn in Rotterdam. We hebben onze auto geparkeerd bij de Slinge. Park and Ride. En we gaan nu met de RET naar de stad. Hoe lang is het wachten? Oh, is het? We zijn nu bij Rotterdam Centraal Station. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus daarom zijn we tot hier gereden. Gaan we even kijken. Mooie. En Gino staat hier. Gino is aan het zoeken naar een headset om te gamen. En hij heeft een headset van de SteelSeries op het oog. Maar die zijn niet compatibel met Xbox. Xbox. Ja, hij wil graag PlayStation 5. Maar die krijgt hij niet. Ja, en ik moet een headset hebben die, wanneer ik ga overstappen, dat die ook compatible is. En wat ga je doen met die Xbox? Voor mij? Ja, ik kan jou geven. Ja. Maar daarom even gamen. Oké, dan. Dan kunnen we tegen elkaar gamen. Ja. Zij kleuren. Kijk naar deze man. Nee, je petje is iets donkerder. We zijn op zoek naar kleding, want in juni is er een huwelijk waar we naartoe moeten. Er zijn bepaalde kleuren waar we uit kunnen kiezen. Dus ja, dit is onder andere één van die kleuren. 30, denk ik. Ik heb tot nu toe nog niks gevonden voor mezelf. Het is echt moeilijk om iets te vinden in die kleuren die ik dan mooi vind. Dus ja, ik ben nog op zoek. Mijn snoep. We zijn nu in de markthal. Ik heb snoep gekocht. Ja, hij heeft de gedroogde mango's gekocht. Dat is zijn favoriete. Voor 250 gram. Ja, ja, dat is zijn favoriete snackje. Ja, wil je proeven? Ik mag niet eten nu. Ja. Door mijn medicatie mag ik nu nog niet eten. Ik mag pas 6:15 eten. De laatste keer dat we hier waren, was het niet zo druk. En nu is het iets drukker.
Kijk naar deze meneer hier. Wat? Om laat hebben wij gereserveerd? 6:15? Oké, okay, ja, dus we gaan naar 6:15 naar dat restaurant. Zo. En we gaan hier eens even nog rondwandelen. Het is mijn huid zo gegeven. De zon schijnt op ons. Ik ben moe. Dat is moe. Ja. 6000 stappen. Nee, meer. Kan je niet behandelen? Meer. Nee, ik was vroeg wakker door jou. Hij heeft de vrije dag. Wat doet hij? Hij laat gewoon zijn wekker aan. Dus vanmorgen heel vroeg. Die wekker, hoeveel keer is die afgegaan? Echt niet normaal. Ik was vroeg wakker dus. En dan vragen jullie wel af van, ja, wat is vroeg? Ja, hoe vroeg? 4:30? 5:00? Ja, was vroeg. 6:30? 6:00? En 6:15. We zijn dus naar de markthal geweest. En plots kwamen we eruit. Zien we plots, zo daar. Oh crap, waar we normaal vanavond gaan eten. Dus we dachten van, oh, is het toch hier? Omdat normaal dachten we dat bij de Oude Haven was, iets verder. Dus we moeten dan nog eventjes stappen. Dus we gaan lopen er naartoe, maar we zien dat ze nog bezig zijn aan het verbouwen en zo. Dus het is nog niet open. Dus Gino gaat gaan vragen, ja, wat zei je? Wat vroeg je eigenlijk? Of het een tweede locatie wordt. Ja, dus blijkbaar is het de tweede locatie die ze hier openen. Oh, het is heet hier in de zon. Maar we zijn nog te vroeg. Binnen een uurtje hebben we gereserveerd. Dus, en ik ben moe, dus zijn we eventjes gaan zitten. We zijn al een paar keer gaan zitten daarnet ook. Mijn benen hebben... Het is vermoeiend, hè? Oh ja, en ik heb een jurkje gevonden. Mm-hmm. Oh ja, gevonden. Bij Piek en Kloppenburg. Die had ik vorige keer... Ook, allee, ik had vorige keer in de mall in Leidschendam had ik ook jurkjes gevonden daar. Dus zijn we hier een keer gaan kijken en ja, hier hadden ze er ook. Dus als ik echt dan één wil kopen, dan zal het waarschijnlijk in Piek en Kloppenburg worden voor dat huwelen. En ja, we gaan zien, we gaan zien. En jij bij de Zara waarschijnlijk? Ik bij de Zara. Een pak? Een pak voor Loa's en trouwerij. Ja. In de kleur zandkleur. Ja, we zijn nu 2 mei en het is 17 juni. Past dat samen, zand met roze? Ik weet het niet. Ik denk het. Waarom niet? Ja, we hebben nog een grote maand. Anderhalve maand ongeveer zo. Ja, als we weten waar we kunnen kopen, dan kunnen we er omgaan dan. Hè. Of online bestellen, want ik heb die jurk ook gepast. Die nooit heeft het gefilmd en zo. Heb je gezien? Nee, we gaan dat er niet bij zitten. Dus, is het al lekker? Ja, ik ook. Met de duiven rondom ons. Die jouw mango willen eten. Eten ze mango dan? Ja, ze eten alles wat ze kunnen vinden. Hè. Maar je moet geen geven, hè. Anders houden ze dat gewoon. Kijk, ze gaan zelf staan zitten. Ja, ga filmen. Ja, kijk, wacht. Kijk, er is hier een duif echt gaan zitten. Oh, hij zit niet meer. Oh ja, hij zit niet meer. Maar daar is er wel eentje die nog zit. Hier daar. Dus je mag ze geen eten geven, anders gaan ze het gewoon worden dat mensen eten geven. Deze duif is een beetje gehandicapt. Hij heeft geen tenen. We zijn op weg naar het restaurant, maar we passeren nog eventjes langs de kibbeswoningen. Laat je me hier gewoon trappen doen, dat is het. Ik zie het al van hier. Ja. Daar. Ja. Dus, waar is mijn vinger? Daar. We moeten wel op een of andere... Ah, daar. Langs. Kan je naar rechts toch? Ik weet het niet, we moeten over dat water. Nee, dat is zo naar rechts. We moeten over dat water. Nee, we moeten. Langs waar moeten we? Ja, kom, volg mij. Ik of langs hier zo. Langs hier zo. Anders ga je langs die terras zo. We zijn toch nog te vroeg. We staan nu weer bij die kubushuizen.
En we staan nu op een brugje. En nu zie je het beter daar. Dus we gaan naar daar. Yes. Merk je het dan? Nee. Oké. Okay. Dat is goed. Omdat we te vroeg zijn, hebben we weer bankjes gevonden. En die bankjes kunnen draaien. Kijk dat die... Ik zei zo van nee, Gino zei wel, ja, die kunnen draaien. Dus wij proberen en ik zei van nee, maar blijkbaar kan die dus wel draaien. Kijk, ik zit ook op eentje. We zijn er, we gaan naar binnen bij Wowcraft. We hebben een andere plaats gekregen. En nu hebben we dit allemaal op de hoogte. Goede kreef waarschijnlijk en doekjes. En handschoenen. En een sabbatje. Aandoen, nee, want mijn kleren aan. Ja, jij moet dat wel aandoen, ja. Ik moet dat graag niet. En volgens mij moeten wij hier zo bestellen, hoor. Mijn hoofd gaat er niet door. Hè? Jawel. 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 Ah, jawel. Kijk. Ik moet kijken. Ja, die is precies voor jou, ja. Dat is zo'n bikini. Uh-huh. En heb jij ook een bikini? Ik hoop het wel, hè. Oh my god. Okay, nee, we allebei bikinis, hè? Ik ga dat eerst nog afdoen, hoor. Hoezo? Ja, moet ik het aanlaten. Ja, joh. Okay. Dat is toch grappig? Ja, dat is mooi. Dus ja, we zijn hier, we gaan onze eten. We gaan bestellen, jongens. Ik ga het afsluiten. Zij heeft het al heet. Dus ik ga het afsluiten. Ja, ciao. Later. Gino gaat bestellen. Het is hier wel nog gezellig. Bij Wowcraft. En het is met DJ en zo. Daar is er een DJ. Zal. Heb je de trui aan? Ja, ik ga eerst mijn trui uit doen. En dan ga ik de aan doen. Ja? Het is een bikini. Je hebt geen borsten. Ik heb geen borsten. Waarom doe je dat weer af? We hebben onze drankjes. Hij heeft een leffe blond met pineapple. Mm. En ik heb een strawberry daiquiri. Ik heb dat al lang niet meer gedronken. Ziet er goed uit, hoor. Ja, dat is echt lekker. Ja, ik geloof het best. Lekker. Cocktailtje en dan hebben we vorige recht besteld ook. Ja, met dragon rolls en... Dragon roll met lobster, hè? Right? Ja, met lobster. Ja. Oh. Ja, dat hebben we nog nooit gegeten. Ja. Ja. Het is feest, jongens. Ja. Cheers. Proost. Op lekker eten. Ja. We hebben maar één vork. Ja, we hebben maar van elk één. Nee, je hebt twee vorken, ik weet. Nee, dat is zo'n... van deze hebben we er twee. Ja, van die hebben we er twee. Ja. Dus dat is wat Gino besteld heeft. Wakame. Zeewier. Hij wilde per se zeewier. Lekker. Maar ik heb dat al veel gegeten. We hebben onze sushi ook gekregen. Met lobster. Ben benieuwd. Dat is tof. Ziet er lekker uit. Met stokjes en zo heb ik ook gekregen. Oh my god, mijn vuist komt zo uit. Ik heb mijn strawberry dat ik hier een beetje te snel gedronken, denk ik. Ik voel me een beetje licht in mijn hoofd. Ik ben het niet beschaamd. Ik moet echt eten. We hebben net die sushi gegeten, maar ik heb nog meer eten nodig. Aan de andere kant van de tafel. Oh my god. Ze wachten nu op onze hoofdgerecht, dus dat is de seafood. Ik kan niet meer praten ook. Ben je nog mee? Nee, ik ga wat Sparo drinken. We hebben ook een rode fles Sparo. We hebben ook een grote fles Sparo. We hebben ook een grote fles Sparoot besteld. Dus ik ga voorlopig wel drinken. Ik ga niks anders meer drinken.
Ja, nee, ik ga niet meer. Ik heb eten nodig. En ik ga straks wel weg. Ja, ik hoop het. Ik ga straks wel weg. Ik hoop het, ik hoop het. Ruikt heerlijk. Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dus we hebben onder andere lobster, dus kreeuw, langoustines, jumbo green shell mussels of zoiets, ja. Met green mussels of zo. Maïs zit er ook bij, aardappeltjes en zo van die halal worst. Die wordt lekker. Wat hebben we er nog? Wacht, we hadden vier stukken gewone shrimps hadden we ook, dus kampi. Maar ja, dan moet dat allemaal hierin gegooid worden. Ik heb net al een aardappel en een mossel gegeten. Die mossel lekker, ja. Hé, hey, dat is zo. Zo mossel. En de kreef zit hieronder. Dus die moeten we dan nog uit elkaar halen met die eten. Maar die mossel is lekker, ja. En de saus is een beetje spicy. We hadden medium gevraagd. Vraag me af. Hoe spicy die spicy en very spicy zou zijn. Ja. Dus ja, wij gaan nu lekker genieten. Ik ben het laatste aan het opeten. Hier nooit genoeg. Ben ik meer gewend? Ik heb nog twee lange schilders en één schilder. En dat is nog het hoofd van de kreeg. Hij is zijn lichaam verloren, hij zijn tweeën gehakt. Ja. Oh, hij heeft geen armpjes meer. De emmer zit ook vol. De emmer zit toch vol. En ik voel wel beter hoor. Eentje was Panja hoor. Ja, ik was bijna ik was echt licht in het maar ik ben beter. Ja, je ging drinken alsof het je leven vanaf hing. Huh? Oh, kijk al die saus. Dippen in de saus. En dan... Oh, kijk hoe lekker. Even inzoeken. Hoe lekker. Kijk hoe lekker. Zit je vol? Je hebt bijna alles opgegeten. En wat ga je met meneer Kreef doen dan? Ja, dat weet ik niet. Kijk, je zit ook helemaal vol. Wow, dit was ook lekker. Het is super, hè? De voorlaatste langoustine. Dus ik heb alles opgegeten. Ik heb mijn handen proper gemaakt. Maar ik heb genoeg gegeten. Ja. Het begint hier wel luid te worden. Ik weet niet of dat jullie ons horen als we praten, luid, want het is hier wel luid. Ja, oei. Nu was even. Wel roepen, vind ik. Ja. Maar het was lekker, het was echt lekker. De cocktails waren heerlijk. En wat nog? Die saus was lekker. Ja. Die vis was pers. Ja, ik wil eens onze tafel vullen, maar ze hebben het goed want ja. Iedereen krijgt zo'n papier, dus dan doen ze gewoon dat papier weg. Je hebt echt mooie plekken gekregen. Ja, bij de muur. Ja. Ik heb een klein vlekje op mijn schort gemaakt. Ik heb net eens kunnen eten, hè. Als je wil bestellen, dan gaan we afrekenen. Ja, dus we gaan afrekenen en dan moeten we nog met de metro tot aan de parkeerplaats en dan gaan we terug naar huis, naar Den Haag. Maar we hebben allebei genoten, dus dat is het belangrijkste.
Gino is naar de wc. Dat zijn de letters van de dames. En hier heb ik daarnet een foto gemaakt. Moeten we de trappen doen na eten? En workout. Workout. Geef die workout voor mij, hè? Een kreeft heeft dus de kleur van mijn lippen overgenomen. Snap je? Mijn rode lippenstift is weg, helemaal weg. Niks er van over. Nee. Maar het was wel lekker, beste mensen. Ja. Echt lekker. Ja. Ik zou, zeker, ik zou zeker nog een keer gaan. Het is niet goed om zo na eten. Zo die trappen te doen. Ach, we stel je niet aan. We zijn zo thuis. We moeten nu nog de metro nemen. Oké. Oké. Ga de video afsluiten. Want het enige dat we nog gaan doen is de tram naar de auto nemen en dan met de auto naar huis. En dan is het gedaan, onze dag. En dan we nog een beetje op de bank gaan. Gaan chillen. Yep. Dus ja. Zij gaat een massage geven voor Buddy. Nee, jij ging dat doen. Nee, maar dit was het einde van onze dag. Was wel gezellig, lekker, leuk. Tot de volgende keer.